Maar we zien vooral dat de leefomgeving van ons allemaal enorm veranderd is. We zijn veel meer in en om onze woning te vinden. Het straatbeeld is veel leger. Dus waar criminelen voorheen vrij eenvoudig en onopvallend konden opereren, werd dat nu een stuk ingewikkelder. En vielen signalen van criminaliteit dus ook eerder op. Ik denk dat de meldingsbereidheid ook enorm is toegenomen door corona. Mensen zijn veel meer betrokken bij hun samenleving, bij hun omgeving. En ze accepteren misstanden en criminaliteit minder. Dus ze zijn eerder geneigd om de telefoon te pakken en te melden. Je ziet ook dat de reguliere meldingen, dus de meldingen die niet anoniem bij ons binnenkomen, dat we daar een toename in zien. Eigenlijk door het simpele feit dat mensen thuis zitten, de wereld verkleint en meer zien, daar zijn wij blij mee. Ja, dan wil ik graag een selfie met zo'n